Hey jij daar, super leuk dat je weer luistert en zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win podcast. Vandaag ga ik het kort hebben over vitamine D, vitamine zonlicht. Het is namelijk nu um, 27 oktober als ik dit opneem. En de zon heeft vanaf vandaag eigenlijk officieel onvoldoende kracht dat ook. Al ben je de hele dag buiten en is het de hele dag volop zonneschijn, je zult waarschijnlijk onvoldoende vitamine D aanmaken, terwijl vitamine D echt een vitamine is, ja die je de volop in je bloed wil hebben. Het uh, ondersteunt namelijk je immuunsysteem. Dus mensen die zometeen ja, te weinig vitamine D in hun bloed hebben. Ja, die zullen sneller griep krijgen, snel, sneller verkouden worden. Maar vitamine D zorgt er ook voor dat je ochtends je bed niet uit kunt komen. Dat het lastig is om flexibel te blijven, om vrolijk te blijven. Dus het is nogal een belangrijke vitamine. Ze willen het daarom ook wel een hormoon gaan noemen. Nou, dan heb je een paar opties. De allerbeste optie is misschien wel om te vertrekken richting het zuiden en daar de zon op te gaan zoeken zodat je. Daar, omdat het daar lekker warm is, alsnog grote delen van de dag ja, onbeschermd en onbedekt, zonder zonnebrandcrème en zonder zonnebril in de zon kunt zijn. Zodat je lichaam voldoende vitamine D aan kan maken. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen een optie, inclusief uh, ikzelf, voor mijzelf. Dus we moeten het dan gaan doen met second bests. En dat is lastig. Ik vind het namelijk lastig om. Ja, voor te kunnen stellen dat iets als een zonnebank of als een supplement, ja, de zon na kan doen, dat, dat vind ik super lastig. Maar ja, je wil absoluut niet een te lage waarde. En wat is al een te lage waarde? Uh, de meeste huisartsen laten je doorlopen met een waarde um, en die komen pas in actie als die onder de 50 n mol de liter zakt. Iets modernere huisartsen die schakelen al in bij 85 als ondergrens. Nou, en we zien gewoon non-stop in onderzoeken terug. Je kunt dat ook in het blog lezen wat ik bij deze video plaats. Dat optimaal is echt wel 140. Nou, het blijkt dat nog geen 50% van de Nederlanders rond die 80 zit. En dat zelfs bijna 20%, pin me er eventjes niet aan vast. Maar die zit zelfs lager dan die 50. En als jij met je vitamine D gehalte lager zit dan 50 en mol de liter... Ja, dan is je kans... Dat is natuurlijk logisch, hè, want je immuunsysteem heeft vitamine D nodig om goed te werk te kunnen gaan. Om schimmels, parasieten, virussen en andere ja, indringers te kunnen elimin elimineren. Zo moeilijk woord, om dat te kunnen opruimen en schoonmaken. Dus als jij uh, onvoldoende vitamine D hebt, is gewoon de kans uh, ook dat je kanker gaat ontwikkelen, veel groter. Want ja, jij, ik, iedereen ontwikkelt iedere dag eigenlijk wel kankercellen om het maar zo te zeggen. Maar iemand met een heel sterk immuunsysteem, ja, daar wordt dat gewoon zo opgeruimd en schoongemaakt. Maar is jouw vitamine D te laag, ja, dan maak je je lichaam ontzettend lastig. Um, sorry voor de lange m. Ik zal hem eruit knippen. Dus wat is nou heel erg belangrijk? Nou, het eerste wat je moet gaan doen is checken van hoe staat het er nu mee. Uh, ik heb een samenwerking met een lab. Die links die staan ook allemaal onder deze video. Je kunt bijvoorbeeld een bloed gaan prikken. en dan samen met mij de uitslagen bestuderen, analyseren en een plan maken en strategie maken voor de toekomst. Van oké, okay, wat gaat er goed? Wat kan er beter en hoe gaan we dat dan beter doen? Je kunt ook op eigen houtje bloed gaan prikken, kan ook met een link hieronder. Dan ga je gewoon zelf uh, kijken van oké, okay, uh, ja, hoe staat het ervoor? Een nadeel daarvan is dat ook het lab waar ik mee samenwerk... referentiewaarden hanteert waar ik niet heel, altijd heel enthousiast van word. Soms wel, soms hanteer ik gewoon de referentiewaarden die het lab doorgeeft. Maar zoals met vitamine D, um, ja, dan ben ik wel wat strenger. En met B12 ben ik ook wel wat strenger. En met ijzer ben ik ook wel wat strenger. En met cholesterol ben ik al helemaal veel strenger, dus... Ja, maar goed, je kunt het ook op eigen houtje doen... en dan gewoon zelf gaan zoeken van... oké, okay, welke supplementen denk ik dat daar goed bij passen. Mm, en de... Ik zit nog even te denken, wat is de derde optie? Oh ja, de derde optie is dat je echt ook alleen maar... naar het actieve en niet-actieve vitamine D in je bloed gaat kijken. Ook die link staat hieronder. Maar moraal van het verhaal, je moet een nulmeting hebben. Je moet weten van, oké, okay, hoe staat het er nu voor bij mij? Want um, ja, met lekker buiten in de zon... Daar ga je er niet mee komen. Dus je moet gaan kijken van ga ik dat dan opvangen met een zonnebank. Um, ik heb bijvoorbeeld een vitamine D aanmakende zonnebank. Ook welke ik gebruik. Um, die kun je letterlijk onder deze film, kun je die link aanklikken en die ook kopen. Die zonnebank is niet ontwikkeld. Hè? Die snolleto's die we ontzettend bang voor zijn allemaal. Want oeh, we noemen het ook wel de kankerbank en weet ik het allemaal wat. Terwijl we non-stop in de betere literatuur terugzien, en zelfs Han van Ree, vroeger huidarts, die zegt ook van ja, ik zag ook gewoon in mijn praktijk mensen helemaal, als ze echt een lage waarde hebben, ontzettend snel opknappen van onder die zonnebank gaan. Je moet je natuurlijk niet laten verbranden, maar het is veel beter om af en toe onder een nep zon te gaan liggen, een zonnebank dan je vitamine d waarden te ver naar, te naar beneden te laten zakken. Want dan ben je echt ver van huis. En dat heeft waarschijnlijk veel grotere gevolgen en een veel grotere kans op kanker... dan onder die zonnebank gaan liggen en zorgen dat je je niet laat verbranden. Stel je voor, je bent wel een beetje rood geworden. Dat is ook helemaal niet erg. Uh, sterker nog, dan piekt juist je, lekkere, uh, je vitamine D lekker. Maar zorg dan dat je bijvoorbeeld met een biologische aloe vera gel... jezelf ruim en meermalen insmeert, zodat je... Uh, huid goed gehydrateerd uh, blijft en je lichaam alle tools in handen heeft om dat ook weer snel op te lossen en te repareren. Dus, optie 1: vertrekken naar het zuiden en daar veel en vaak overwinteren. Is dat geen optie, dan heb je eigenlijk twee andere opties: dat zijn supplementen. En als je waarde echt laag is, kan het geen kwaad om echt wel minimaal 6000 IE-Europese, uh, nee, internationale eenheden. Sorry, internationale eenheden per dag te nemen. Sterker nog, je kunt daar ook voor kortere tijd wel even flink, flink, flink boven gaan zitten om jezelf uit een dal te krijgen. Om je echt even een turbo-injectie te geven. Um, dat kan helemaal geen kwaad. Er is al heel veel onderzoek gedaan naar van oké, okay, wat is de toxiciteit? Toxiciteit, ja, ik zeg het wel goed, van vitamine D. En hoe lang moet je consequent te veel nemen voordat het schadelijk wordt voor het lichaam? Nou, En dan moet je echt wel heel erg veel nemen eh, voor hele langere tijd. We zien daarentegen dat voor een kortere tijd, eventjes heel veel nemen, dat het juist het lichaam heel erg kan helpen om eventjes uit dat dal te klimmen. Uh, voor de meeste mensen um, ja, die kunnen wegkomen met een onderhoudsdosering, dat is 2000, 3000, 4000 IE. Uh, want dat hangt natuurlijk allemaal heel erg af van hoe groot ben je, wat is je huidskleur, wat is je vetpercentage. Hoeveel beweeg je? Want intensieve beweging en gewoon bewegen verbetert heel erg de opname van vitamine D. Maar ook magnesium verbetert heel erg de opname van vitamine D. Dus neem jij iedere dag één of meerdere groene smoothies, eet jij iedere dag de top 5. Want dat is natuurlijk de ultieme bron van magnesium voor je lichaam. Dus veel bewegen, veel groene smoothies, veel top 5. Ver, uh, ...verhoogt ook allemaal de opname van vitamine D. Maar moraal van het verhaal... ...het is wel, denk ik, zinvol om nu daarna te gaan kijken. Want ja, ook die dag van vandaag... ...ik ben weer 180.000 keer, uh, voor mijn idee, nat geregend. Maar ja, en, en, en al, ook op dit soort donkere dagen... ...blijf wel naar buiten gaan. Want naar buiten gaan... Met dat natuurlijke licht, wat, wat wij niet kunnen met het blote oog kunnen zien. Maar het heeft zo ongelooflijk veel verschillende kleuren en intensiteiten. En naar buiten gaan, ook al schijnt de zon niet. En heb je zoiets van, ja, ik ga toch geen vitamine D aanmaken. Dat is geen reden om binnen te blijven. Buiten is no matter what altijd veel beter dan binnen blijven. Dus... Samengevat, tijd voor actie, daar komt het eigenlijk op neer. Check waar je nu staat, wat is je huidige status. Zit je rond de 85 of lager echt met piepende banden actie ondernemen? Want je vergroot de kans op griep en veel erger, echt significant. Mm, je streeft naar een waarde van rond de 140. Lukt dat niet door naar de zon te gaan? Denk dan aan een goed vitamine D-supplement. Ik gebruik bijvoorbeeld. Um, Vegan D3 van Springfield. Ik zal de link ook hieronder zetten, kun je dat ook gewoon vinden. Ik heb trouwens geen aandelen in dat bedrijf. Ik ken ze ook niet. Um, ik ben gewoon heel erg blij met dat merk. En ik zie dat dat aanslaat. Er zijn namelijk ook merken. Um, Royal Green, bijvoorbeeld. Wat ik verder echt een fantastisch merk vind, maar hun vitamine D3, zie ik niet goed, ja, geen goed werk verrichten. Dus dat zou ik bijvoorbeeld niet doen. En ook hoe heet dat? Uh, Garden of Life, die D3, zie ik ook geen goede resultaten mee. Dus je moet wel een natuurlijke een vitamine D hebben, uit, bij voorkeur uit korstmos. Korstmos. Ik heb dat hopelijk goed gezien. En als je dat intypt op Google, dan vind je dat wel. Hopelijk heb ik dat goed gezegd, bedoel ik. En anders vind je dat wel op Google. Mm, want de andere natuurlijke vitamine D komt uit wolvet en is dus daarom niet veganistisch. En het leuke is, die veganistische vorm, hij is en veganistisch en hij heeft net zulke goede resultaten. Dus kijk daarnaar en check gewoon, want dat zie ik ook non-stop voorbij komen. Ik heb nu zo ongelooflijk veel bloedrapporten geanalyseerd. En als ik dan vraag bijvoorbeeld naar nou, wat suppleer je, mensen suppleren echt veel te weinig, echt veel te weinig. Echt veel te weinig. En, en het is echt bizar hoe ongelooflijk veel mensen een vitamine D-tekort hebben. Of echt, echt net op de randjes zitten, weet je wel. Dat wil je niet. He, want we hebben immers het niveau van overleven. Nou, dan is echt alles ja, eigenlijk onder, onder het randje. Grof gezegd kost je dan alleen maar geld, tijd en energie. Want, en dan hebben we het niveau prima. Daar, daar zit dan gelukkig ook nog een aardig groepje Nederlanders op... Maar we willen naar het niveau dat we zoveel geluk, gezondheid, energie, liefde. Maar dus ook vitamine D-waardes. En ijzerwaardes en B12-waardes. Waar dus waarden hebben. Ja, dat het over de randen klotst. Dat dat lichaam lekker kan ontspannen. Want ja, er is van alles genoeg. Ja, er is overvloed. Dat onderschat niet hoeveel impact dat op je gemoedstoestand heeft. En hoeveel impact dat op je emotionele gezondheid heeft. Onderschat dus ook niet hoe. Ja, vrolijk. Hoe dat doorwerkt in de rest van je leven, dat wil ik eigenlijk zeggen. Ga ik ook direct erbij zeggen dat het laatste woord er ongetwijfeld nog niet over gezegd en geschreven is. Wat ik, zoals ik ook al begon, ik vind het ook lastig te bevatten dat zo'n pilletje, wat misschien wel jaren in zo'n potje zit, hetzelfde effect kan hebben als, als iets wat zo magisch is als, als de zon. Maar ja, tot op heden heb ik geen betere oplossing. Zie ik wel dat die supplementen werken. Komen er natuurlijk ook berichten dat supplementen ook schaduwkanten hebben. Ja, dat is logisch. Alles heeft ze voor en nadelen. Dus dat vind ik ook niet gek. Maar ja, we moeten wat in dit koude, natte, donkere landje. Dus we moeten op een manier het beste ervan proberen te maken. En dan denk ik dat de zonnebank, de vitamine D aanmakende zonnebank, de UV PAR... Zoals ik die dan ook op de website uh, aanbied. En supplementen. ja Dat dat het beste is. En als je dan wegblijft bij synthetische supplementen. En wegblijft bij een zonnebank die echt gefocust is op bruin worden. Maar je echt focust op een zonnebank die ontworpen is ja, voor jouw gezondheid. Voor jouw welzijn. En niet per se om er uh, als een aangebakken tosti uit te zien. Ja, dan... Um, Maak je er dus op die manier denk ik alsnog het beste van. Ik ga hier trouwens uitgebreid op in in mijn boek natuurlijk. Hè. Daar haal ik ook al die onderzoeken aan. Van, want bijvoorbeeld als je een vitamine D niveau van tussen de... Ik noem maar wat. Tussen de 20 en de 50 hebt. Dan is de kans op darmkanker, op borstkanker. Noem het allemaal maar op. Ja, is gewoon zo gigantisch veel groter dan wanneer jij een waarde hebt van rond de 140. Dan... Ja, sommige, sommige kansen. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat jij niet ziek kan worden. Dat, dat, dat overkomt de beste eventjes tussen haakjes. Zeg ik dat zo netjes? Nou, daar valt misschien wat van te zeggen. Maar het laat wel zien dat. Uh, en ik vind dat zo logisch. Je moet je voorstellen dat als je immuunsysteem afhankelijk is van zoiets belangrijks als de zon. Ik denk ook namelijk dat wij een soort van lopende zonnepaneeltjes zijn. Wij zijn. Ja, ontworpen tussen haakjes voor 12 uur licht, 12 uur donker. En ja, dat wij met behulp van een afsluitdijk en eh, drie dubbel dik geïsoleerde ramen en centrale verwarming en dikke jassen, mutsen, shalen en hier kunnen overleven, dat laat ook wel direct zien dat dat niet optimaal is voor ons. En tuurlijk hebben wij ons wel al lichtelijk aangepast door een lichtere huid te hebben zodat wij. Als die zon dan even schijnt, dat sneller kunnen absorberen. Maar ja, puntje bij paaltje, zijn wij een dier zijn wij geen knaagdieren, we houden niet van donker, nat en koud en akelig, nee, we houden van ja, op zijn minst licht en droog. <laughs> en tuurlijk mag het echt wel af en toe even lekker regenen voor de plantjes en je kent het wel. Maar uh, consequent heel veel maanden achter elkaar aan, waarin het zo donker is. Ja, ik denk dat uh, ons lichaam daar, ja, om te kunnen geven, om echt te kunnen presteren op de toppen van je kunnen, wel wat hulp bij nodig heeft in de vorm van of afreizen naar het zuiden of supplementen of die zonnebank. Nog één keer checken bij mezelf of ik alles heb gezegd. Ik denk het wel. Ik zou natuurlijk nu ook nog verder kunnen ingaan op hoe ik dat dan doe. In de zomer, maar ik denk dat dat een mooie podcast is voor de zomer. Want nee, ik smeer me nooit in. Nee, ik draag ook geen zonnebril. Nee, ook Duitse heb ik nog nooit ingesmeerd. En nee, wij verbranden ook niet. Daar heb ik ook al heel veel blogs over geschreven. Om de simpele reden dat wij een ongelooflijk mineraalrijk dieet hebben. Waardoor onze huid super uh, gehydrateerd is. Omdat alles wat wij eten bevat heel veel vocht. Nou, als je dan naar de gemiddelde Nederlander kijkt. Alles wat de gemiddelde Nederlander eet, is uitgedroogd. Denk aan brood, pasta, dat is allemaal ontdaan van het vocht. Terwijl, je als je naar de top 5 kijkt, dat bestaat soms voor 80, 90, 95% uit water. Dus wij eten ongelooflijk veel water en ongelooflijk veel mineralen. Met als resultaat dat ja, verbranden echt uh, heel lastig is. Ik zie het ook bij Duitse. Ik bedoel, die speelt hele dagen op het strand. En uh, ja. Ze, ze verbrandt niet, ze wordt lekker bruin. En als wij denken van... oeh, misschien wel een beetje rood... nou, dan gebruiken we dus weer die aloe vera gel. Of als wij denken van... poeh, vandaag is die zon wel heel fel, weet je wel. Je kunt echt zo'n stekende, brandende zon hebben. Nou, dan zoeken we natuurlijk de schaduw op. Of we trekken bedekkende kleding aan. We dragen een hoed. En uh, we laten ons natuurlijk niet uh, vrijwillig en moedwillig... Uh, maar verbranden. Dat uh, vermijden we natuurlijk absoluut, maar... Wat we wel doen, is uh, aan de, ja, eigenlijk van binnenuit ervoor zorgen dat die huid heel erg goed gehydrateerd en gemineraliseerd is. En een ander heel belangrijk punt. We zijn het hele jaar door heel veel buiten. Dus die huid die bouwt ook gewenning op. En gewenning, nou, dat is de echte allerbeste zonnebrandcreme die je maar kunt uh, verzinnen. Dus het hele jaar door buiten zijn. En ik probeer natuurlijk wel de komende maanden... wel zoveel mogelijk wel naar het buitenland te gaan. En daar zoveel mogelijk zondagen mee te pakken. En dus ook regelmatig onder die zonnebank te gaan. Zodat mijn huid gewend blijft uh, aan zon. En we zien gewoon... Ik snap dat we collectief bang worden gemaakt voor de zon. En dat we collectief moeten smeren, smeren, smeren. Maar zonnebrandcreme, onderschat dat niet, hè? volgens mij is het factor 8 of 9 blokkeert al 95% van de vitamine D aanmaak en een factor van 15 of hoger blokkeert nagenoeg alle vitamine D aanmaak en ook een zonnebril verstoort je vitamine D aanmaak dus blijf echt ver weg bij zonnebrand en zonnebrillen ik ik ja nou goed dan gaan we de complot uh, kant op <laughs> om het maar zo te zeggen ik heb wel eens het idee dat dat Misschien wel zo massaal uitgedeeld wordt en uh, aangemoedigd wordt, omdat er natuurlijk heel veel geld verdiend wordt aan zieke mensen. En uh, ja, soms heb ik wel eens het idee dat van uh, jeetje, er wordt wel heel erg ons best gedaan om ons maar onwetend ziek. En ver bij ons eigen kracht, kennis en intuïtie vandaan te halen. Maar goed, dan gaan we een andere kant op. Dat is helemaal niet de bedoeling. Voor nu is het mijn bedoeling om jou zo goed mogelijk te informeren over het belang van vitamine, goede vitamine d waarden in je bloed. En hoe je dat aan kunt pakken. En ik hoop dat dit dus heel erg geholpen heeft. He, heb je nog vragen? Stel ze dan onder deze video. Dan zal ik zo goed mogelijk proberen te antwoorden. En dan hebben andere mensen daar ook weer wat aan. Dus misschien ben ik iets vergeten. Uh, laat dat dan weten. En dan uh, ja, zou ik zeggen, heel erg bedankt voor het kijken. Vind je dit nuttig? Heb je hier iets aan? Deel het dan volop op je social media. Misschien heeft iets ander, iemand anders er ook iets aan. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan. Daar vind je de knop doneren. Ieder bedrag, groot, klein, echt fantastisch. Heel erg veel dank daarvoor. Janneke van der Meulen is ook de enige plek waar je het boek vindt. De eiwitleugen. Daarin staan alle onderzoeken... En met betrekking tot de huid en de gezondheid en het darmen. Ik uh, maak gebruik van. jeetje, dan moet ik even spieken op de achterkant. Maar volgens mij haal ik ja, 343 onderzoeken aan uit de betere peer reviewed magazines. Om te laten zien van waar ik al deze bouwte uitspraken. Uh, die soms wel helemaal tegen het mainstream advies ingaan waar, waar ik die allemaal vandaan haal. En dan kun je ook checken van uh, doet Janneke haar huiswerk wel goed. En uh, ja, dankjewel voor je tijd, voor je aandacht, voor het delen, voor het doneren. Uh, JannekeVanDerMeulen.nl is trouwens ook de, de, de uh, website waar je mijn nieuwe receptenboek kunt downloaden. Dat is een pdf bestand en daar heb ik... Ja, Laat ik eigenlijk zien wat ik iedere dag eet en hoe ik dat maak en hoe simpel dat is. En ik ja, leg ook even, laat ook weer even daar supplementen in zien, wat ik gebruik en waarom. Dus uh, download zo'n boekje voor een habbekrats. Uh, betalen voor gezondheid. Uh, als je nu betaalt voor gezondheid, kan dat een hoop kosten schelen als je later ziek bent. Oftewel... Ik betaal altijd liever nu voor gezondheid dan later voor ziekte. Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Nou, dan ga ik hem nu echt afronden. Dankjewel en tot de volgende keer. Doei. Ben je al heel vaak begonnen met plantaardig eten, maar stop je iedere keer omdat je kaas niet kunt laten liggen? Of begin je op een gegeven moment toch te twijfelen? Krijg ik zo eigenlijk wel genoeg voedingsstoffen binnen? Lees daarom het nieuwste vrolijke boek De Eiwitleugen. Daarin lees je onderbouwd met 343 onderzoeken over de enige wetenschappelijk bewezen leefstijl die je optimaal gezond houdt. Fysiek en mentaal. Want ja, het is mogelijk om op een supergezonde manier te eten voor jezelf, de dieren en de aarde.